dit zijn de highlights van de dag met onze drie vluchters. Vroege vluchters die aan kilometer nul vertrokken. Luca de Meester, Victor Verkouli en Thomas Gachignard. Dan telkens dat gevecht naar de smallere passages en naar de moeren. Maar er was nauwelijks wind, waardoor we eigenlijk geen enkele ontsnappingspoging uit het peloton hebben gekregen. Of ook geen enkele afscheiding in dat peloton. Hier en daar is een valpartij op die aanloopstroken. Dus gingen we de laatste ronde in met die drie vluchters, waar uiteindelijk Thomas Gachignard als laatste van zou overblijven. Maar zeer verdienstelijke vermeldingen zijn er voor Luca de Meester en Victor Verkouli, die op deze manier toch ook in beeld hebben gereden en zich hebben laten zien. Het peloton met een achterstand van ongeveer anderhalve minuut. Dit is die valpartij waar Consoni bij betrokken was en Nathan van de Pitten. Consoni die uiteindelijk toch nog naar een top 5 plek zou spurten. Ook Pickerel lag daarbij. Riley Pickerel van Israel Premier Tech die uit de struiken komt. Dat is dan een ander verhaal dan Pogacar gisteren. Hier een nieuwe valpartij met Liam Slok. Die zwaar ten val is gekomen en waarschijnlijk overgebracht is naar het ziekenhuis van Veurne. Ter controle van dat sleutelbeen. Gachignard die zijn twee metgezellen nog achterlaat. Zijn voorsprong van 20 seconden nog eens vergroot naar 45. Maar uiteindelijk toch zal opgepuzzeld worden. Eerst is dat het geval voor de meester in Verkouli. En dan is in de moeren Gachignard de vogel voor de kat. Van daaruit begon het spel om positie te kiezen. Goed werk daar van de mannen van Alpecin de Koning. Met Alpecin de Koning ook als overwinnaar in de persoon van Jasper Philipsen. Even de oren gewassen door Tim Merlier na de finish. Maar daar was het uiteindelijk toch al gebeurd. Philipsen die zijn ploegmaats gaat tegenkomen. Sinkelman bedankt. Gianni Vermeers en Tim Wokidig bedankt. Merlier rijdt me bijna de hekken in, zegt hij. Tja, dat is dan ook weer. Ja, ze moeten de sprint nog eens bekijken op een rustige manier. En misschien hebben ze dan wel alle twee toch nog altijd een andere visie. Zo gaat dat nu eenmaal, hè.